Er waren 400.000 NASA-medewerkers en aannemers voor nodig om Neil Armstrong en Buzz Aldrin in 1969 op de maan te zetten. Maar slechts één man voor het verspreiden van complottheorieën die tot de dag van vandaag door velen nog steeds worden geloofd. Zijn naam? Bill Kaysing. Het begon als een voorgevoel, een intuïtie, zo gaf hij zelf aan. Kaysing was van mening dat de Verenigde Staten helemaal niet over de technische bekwaamheid beschikten om de maan te bereiken. En al helemaal niet om van daar ook weer terug te keren naar de aarde. Zo geeft hij aan dat toen de Sovjets in oktober 1957 Sputnik 1 lanceerden, een maand later gevolgd door Sputnik 2, het Amerikaanse ruimteprogramma vrijwel niet bestond. Dat is overigens iets waar Kaysing wel degelijk gelijk in heeft. NASA werd namelijk pas in 1958 opgericht. En tijdens het vervolg ondervonden de Amerikanen verschillende tegenslagen, waaronder een brand op het lanceerplatform waarbij alle drie de Apollo 1-astronauten omkwamen. In 1976 publiceerde hij zelfstandig een pamflet genaamd We Never Went to the Moon, een Amerikaanse zwendel van $30 miljard. De reden dat de complottheorieën van Kaysing naar alle waarschijnlijkheid werden opgepikt, was omdat hij ook daadwerkelijk bijgedragen heeft aan het Amerikaanse ruimteprogramma. Ook al was dat in beperkte mate tussen 1956 en 1963 als medewerker van Rocketdyne, een bedrijf dat hielp bij het ontwerpen van de raketmotoren. De meest voorkomende complottheorieën omtrent de maanlanding zijn bijvoorbeeld: waarom lijkt het alsof de Amerikaanse vlag wappert in de wind? Waarom zijn er geen sterren te zien op de foto's? Of de schaduwen die op de foto's te zien zijn, zijn gemanipuleerd. Dat is de reden waarom elke schaduw niet even duidelijk te zien is of afwijkt. Echter zijn nagenoeg alle complottheorieën over de maanlanding al eens ontkracht. Zo zit er een zijwaartse staaf aan de vlaggenmast bevestigd om de vlag gestrekt en loodrecht te houden. Echter kon de zijwaartse staaf vanwege een verkeerde coating niet volledig uitgeschoven worden, waardoor de vlag het effect kreeg alsof het wappert in de wind. Beperkt bereik van belichting is de reden waarom we geen sterren kunnen zien in een van de Apollo-foto's. In tegenstelling tot onze ogen kunnen camera's slechts een bepaalde hoeveelheid licht aan. Is de blootstelling aan licht te hoog, dan ziet alles er overbelicht uit. Is de blootstelling aan licht te laag, dan ziet alles er donkerder uit. En wat betreft de schaduwen, dit heeft te maken met het zonlicht dat weerkaatst op het maanoppervlak. Simpel gezegd betekent dit dat het oppervlak van de maan een reflecterende lichtbron is. Daarom staat een astronaut in de schaduw van de Lunar Maanlander niet volledig in het donker. Het licht van de maan verzacht namelijk de schaduw. Ondanks deze verklaringen zorgt dit er niet voor dat er films, YouTube-kanalen en forums gewijd worden aan verschillende complottheorieën rondom de Apollo-maanlanding. Dat alles, ondanks de buitengewone hoeveelheid bewijs. Zoals bijvoorbeeld de 382 kilogram aan maanstenen die zijn verzameld tijdens 6 missies. Deze maanstenen zijn eveneens bestudeerd en bevestigd door landen als Rusland, Japan en China. Maar desalniettemin weerhield dit Kaysing er niet van om tot aan zijn dood in 2005 vol te houden dat het allemaal bedrog was. Gefilmd in een tv-studio. Verder moeten we ook vooral niet vergeten, ook al zouden deze complottheorieën wel de waarheid zijn, dan nog zouden duizenden mensen die hier aan mee hebben gewerkt het geheim moeten houden. We weten allemaal dat mensen het over het algemeen moeilijk vinden om een geheim te bewaren. Laat staan als het gaat om duizenden mensen. Daarbij gaat het hier om Amerika. Een land waar misschien wel het meest uitlekt van allemaal. Wat vooral voor de complottheorieën over de maan werkt, is dat er in tijden niemand meer naar de maan is geweest. Daarnaast wordt de groep mensen die zich actief bemoeid hebben met de maanlandingen ook steeds kleiner. Er groeien nieuwe generaties op, die van dichtbij zien hoeveel tijd, geld en middelen het kost voor bijvoorbeeld een bedrijf als SpaceX om significante resultaten te boeken. Hierdoor vervagen al snel de prestaties uit het verleden en overheerst het gevoel dat het voor die tijd eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn voor Amerika om zoiets in 1969 te bereiken. Dit in samenhang met de kracht van social media, waarop video's over complottheorieën wel vaker viraal gaan, wordt de groep die niet in de maanlandingen geloven elk jaar alleen maar groter. Ruimtevaart is voor de gewone mens nu eenmaal een vrij ongrijpbaar iets. We hebben allemaal wel eens beelden gezien van hoe de ruimte eruit ziet, of van de maanlanding in 1969. Maar omdat geen van ons allen het echt daadwerkelijk zelf heeft ervaren, en eigenlijk ook niet exact de technische aspecten van de ruimtevaart begrijpt, blijft het ergens toch onwerkelijk. Hierdoor zijn mensen al snel geneigd om mee te gaan in de sensatie rondom al deze complottheorieën.